te goed is samengewerkt. Daar zitten een aantal echte specialisten van het natuurijs bij elkaar. Die hebben elkaar gevonden. Die dienen nu nog een gemeenschappelijk belang. En zullen zich straks wel zorgen gaan maken over hoe het dan verder moet als ze met z'n 12 ook bij elkaar blijven. Nu pas wordt er gestempeld door de tweede groep. En kijkt u naar het verschil. Het is alleen maar weer groter geworden. 6 minuten 51 seconden is het verschil. Bijna 7 minuten dus. Dat lijkt me onoverbrugbaar. Heel in het verleden, in de eerste Elfstedentochten van de eeuw, was zo'n verschil niet onoverbrugbaar. Mede omdat het toen nog wel gebruikelijk was om op te steken in de steden die je aandeed. Om daar gewoon rustig aan de koffie en de snert te gaan en de pannenkoeken. En er kwam het voor dat iemand met een half uur voorsprong bijvoorbeeld in Harlingen arriveerde, daar aan de pannenkoeken ging. En dan plotseling hoorde van, zeg, zou je niet eens opschieten, zou je niet eens afrekenen, want er zijn er inmiddels een paar voorbij. Ja, die gingen dan een stad verder wel aan de pannenkoeken. De laatste 80 kilometer zijn dus aangebroken voor deze 12. Ja, als je kijkt naar de samenstelling van deze groep, dan weet je natuurlijk bijna zeker dat een aantal mannen toch al zinspeelt op gedachten om weg te komen uit die groep. Verduin is geen sprinter. Al won hij wel de sprint om het Nederlands kampioenschap in Ankeveen van Ruud Borst. Kleine is geen sprinter. Jan Bakker is geen sprinter. Maar won wel de sprint in de Noordwesthoek. Bakker kan toch een beetje sprinten? Ja, het is natuurlijk ook zo, als je zulke goede benen hebt dat je zo lang van voren kunt rijden, dan kun je misschien meer dan je anders kan. En wat belangrijk is om te weten is dat de sprint met windkracht 4 à 5 in de rug is straks. De wind zal wat afnemen, we begonnen met windkracht 6. Maar toch, en dat is in het voordeel van bijvoorbeeld een man als Piet Kleine. Die niet van een korte sprint houdt, dat moeite heeft met accelereren. Maar als die man eenmaal op gang is en het is nog een heel eind wind mee bij de streep, dan is die zeker niet kansloos. Want dan vangt hij natuurlijk de meeste wind ook. Ook dat. In de koers bevindt zich Evert de Napel. En die zit achter de kopgroep. De 12 man zitten op dit moment goed samen te werken. Daar valt Arnold Stam bijna. Het ijs is hier prachtig. Even kijken wie daar op kop zit. Dat is Van Mechelen. En daarachter rijdt Ruitenberg. René Ruitenberg in het midden. Edward Hagen. En hier achteraan de staart is het Hulsebos. Daar een valpartij. Dat is Hagen die daar valt. Hagen blijft liggen. Eens kijken wat de rest gaat doen. Ze kijken om. Wij blijven even bij Hagen. Hulsebos aan de staart van het elftal nu. Hagen is weer overend gekrabbeld. Heeft zijn bidonnetje opgepakt. En hij heeft nog een gaatje van een meter of 10 om weer terug te komen bij zijn 11 maten. En dat lukt hem ook. Ze wachten eigenlijk sportief op hem. De rug is recht bij Henry Ruitenberg. De veteraan, de routinier in dit groepje. En Edward Hagen is weer aangesloten. En zo is de kopgroep weer compleet. Vanaf Harlingen. Op weg nu naar Franeker. Het is een prachtig gezicht hier met wuivende rietkragen aan de kant. Het is hier eenzaam. Het heeft een beetje het gevoel van mensen die wel eens in Siberië zijn geweest. Dat dit Siberië is, dat je heel dicht bij de pool zit. Want het is ijskoud. De wind staat hier tegen. Maar Bert Verduin op dit moment op kop. De kleine man, de kampioen van Nederland. Die eigenlijk de wind induikt. Die het voordeel heeft van zijn geringe lengte. En die lange mannen zoals Piet Kleine en Arnold Stam en ook René Ruitenberg. Die hebben het moeilijk. Die proberen nu achter de rug van de andere weg te duiken. Maar het gaat ze heel moeilijk af. Je ziet bijvoorbeeld Arnold Stam nu weer in het midden van de groep. Steeds weer recht overeind. En dan is het Verduin die weer van de kop afgaat. En zo gaat het twaalftal door. Weer onder een bruggetje. Voorlopig is er nog geen sprake van een afscheiding. En blijven de 12 bijeen. We zagen Iep Kramer zojuist heel kort even op kop.
Het is een mirakel dat Kramer dit tempo, dit bulswerk kan volhouden. Gezien zijn kwetsuur die hij opliep door een valpartij in Ankeveen tijdens de wedstrijd om het Nederlands kampioenschap. Tijdens die wedstrijd waar hij werd onttroond als Nederlands kampioen door Bert Verduin. En die wedstrijd is nog maar 5 dagen geleden. Hier even een korte onderbreking, een korte klunplaats. Maar echt naam mag het klunen ook hier niet hebben. Op de Seks Bieremervaart op weg naar Franeker. Harlingen-Franeker is 12 kilometer over het ijs dan. En als we in Franeker zijn, hebben we ruim 130 kilometer afgelegd. Piet Kleine meldt zich steeds vooraan bij het klunen, omdat hij weet dat dat niet zijn sterkste punt is. En voorlopig doet hij dat heel goed. Weer een valpartij. Het is een van de gebroeders Ruitenberg. Het is René, lijkt me zo. René Ruitenberg. De buiteling van René Ruitenberg. U kunt zich voorstellen dat het gevaarlijk is als je daar achter rijdt. Die hakken die gaan dan de lucht in. De rijders dragen dan ook niet voor niets bescherming. Vooral de schenen, ook de knieën zijn beschermd. Vooral tegen de punten aan de achterkant van de schaats van je voorganger. Want die zijn gevaarlijk. Maar die punten moeten afgerond zijn, hè? De punten moeten afgerond zijn, afgeslepen, zodat je niet als een mes je tegenstander kunt blesseren. Maar toch, er zijn al behoorlijk wat ongelukken geweest in het verleden. Ook met Evert van Benten bijvoorbeeld. Het is nog nooit fataal afgelopen, maar een enkele keer, en dat is Dries van Weijen bijvoorbeeld overkomen, die kreeg een schaats in zijn nek en dat liep maar net goed af. Nou, je zegt nu Van Benten. Was het niet zo dat Van Benten bij een val een veter brak in de vorige Elfstedentocht? Ook dat kan natuurlijk. En met een gebroken veter, zonder dat overigens zelf geweten te hebben. De achterkant de van zijn schaats. Kilometers. De achterkant van zijn schaats was ook kapot. Die was ook kapot gegaan. Een stuk uit de schaats. Ja. Van 2 vierkante centimeter geloof ik toch wel. En een kapotte veter, zonder dat geweten te hebben. Sommige dingen in het leven en sommige dingen in de Elfstedentocht kun je dus maar beter niet weten. Want had hij het wel geweten, dan was hij erover gaan zitten piekeren. En dan was die finale met Rijn Jonker mogelijk heel anders afgelopen. Hier in dit groepje rijdt zeer vermoedelijk de opvolger van Evert van Benten. En het zou kunnen dat de eer en de glorie en alle andere revenuen in de familie blijven. Angenent lost af, Hulsebos neemt over. In zijn kielzog Henry Ruitenberg, die toch rijdt weer als in zijn jongste jaren. Ook vorige winter een hele goede periode kende. De periode op natuurreis. Henry Ruitenberg was vorige winter de meest regelmatige rijder van allen. Hij won over een heel seizoen, over een heel natuurreisseizoen uitgerekend, de Super Prestige. Zonder overigens vorige winter een klassieker te winnen. Ook Henry Ruitenberg is niet van natuur gespeeld. Hoi! Ruitenberg en Stam, onderuit. Even een slecht stukje in het ijs, een hobbeltje was het, niet eens een scheur.
Maar ze zijn er alweer bij. Dat overkwam Ruitenberg trouwens 15 keer tijdens de Holland-Venetië-tocht. Gereden op 30 december van het vorig jaar. 15 keer ging Ruitenberg onderuit. Hij weet dus hoe dat voelt. Wat gebeurt er? Even een hobbeltje op het ijs. Ja, het is Stam die onderuit gaat en Ruitenberg meeneemt. Vandaar ook dat Stam zich even meldde bij Ruitenberg met, ja, kijk hier, een soort van verontschuldiging. De tweede groep. Op bijna 7 minuten achterstand van de kopgroep. En hier wordt het kopwerk verricht op dit moment door Ruud Borst. Met daarachter Ubbo Kuper, Jan-Ijze Kromkamp, Peter Baas. En nog altijd Dickie Suidema. Die heeft de dag van zijn leven, hoor. Waar zou Bart Veldkamp op dit moment rijden? Hij begon zo mooi. Kromkamp. Techniek, hè, van Kromkamp. Bijna 42 jaar. Met de baas, Willem Poelstra. Groenendaal, Korts, Mareros, Dickie Suidema dus, Hans Pietersen, Lammert Huytema en Jan-Ijze Kromkamp. Bert-Jan van der Veen. Het zijn er nu maar 11. Het waren er 12. Kijk hoe ze hier opboksen tegen de wind. Hier is het guur. Hier is het ijs wel mooi, maar hier is het een guur gevecht tegen die straffe wind. Niemand om je heen, slechts riet en het eindeloze niets. In Vraneker zal het nog druk zijn zo dadelijk. Daar is het altijd gezellig. Dan gaan we onder het Elfstedenbruggetje door, maar na Vraneker wordt het echt heel rustig. Van Pentum die toch een beetje moeilijk kijkt. Jan Bakker met nummer 3. Erik Hulzenbos, de man die houdt van zware omstandigheden. Bert Verduin, die toch weer hersteld is van het nationaal kampioenschap. Piet Kleine, Olympisch en wereldkampioen in 76. En Edward Hagen die zich af laat zakken. Kramer, vorig jaar de nationaal kampioen op natuurreizen. Die titel is die kwijtgeraakt aan Bert Verduin. En dit is Van Mechelen. Jan Bakker zal ook geen grote bekende zijn bij het grote publiek. Hij is 33 jaar, uit het Friese Wienjewoude. Werd ooit tweede in de alternatieve Elfstedentocht in het Finse Rovaniemi in 1995. Dit is even een klein beroerd stukje. Maar goed dat Van der Duim hier niet rijdt, want het is alleen maar eendenpoep hier. En Bakker, om dat even af te maken, won vorige winter de Noordwesthoekrit. Ja, daar was er eentje die telde, met veel klunen erin. Van stad tot stadwedstrijd. Een wedstrijd die eigenlijk voor gisteren ook gepland stond. Maar de aanrijders lieten het natuurlijk afweten. Omdat de Elfstedentocht nu eenmaal zwaarder telt. Nou, ook vorig jaar in Finland zat Bakker bij de voorste. Toen werd hij zesde op het water van de Önasjoki-rivier bij Rovaniemi. Op de Poolcirkel. Ook Jan Bakker is dus een man die weet wat een 200 kilometer wedstrijd inhoudt. Die weet wat dat van je vraagt.